waar je misschien geen idee over hebt, is dat dit podium, wat jouw podium kan worden, hier al lang klaar staat. En wat ik met mensen oefen, is om ze in het licht te zetten. Mag jouw naam gezien worden, die op het billboard staat. Mogen jouw kwaliteiten gezien worden, die aan deze kant van het billboard komen. En kunnen we op dit podium jouw kwaliteiten en jouw naam zichtbaar maken, op jouw podium. Dat je kan staan als mens uit één stuk, emotioneel volwassen. Het vergt wat arbeid, daarom ligt deze halter hier, die ligt daar symbolisch. Want dit is niet een klusje wat in een paar weken klaar is. Maar ik garandeer je, als je dit kan zien van jezelf, de wereld hoeft het nog niet eens te zien. Als ik het van mezelf kan zien, hoe mijn podium eruit ziet en mijn kwaliteiten, en dat mijn naam gezegd mag worden en gezien, dat geeft een soort fundering hier binnen, waardoor je gewoon moeiteloos het leven aan kan. En dat wil niet zeggen dat het leven altijd leuk is, maar dat je minder uit het veld wordt geslagen. Dus kijk je wel eens in de wereld en denk je, oh mijn god, hoe moet ik het allemaal doen daar? En wil je daar een oplossing voor? Bel me, dan gaan we dit samen oefenen. En ook je ouders, hè, je vader, als je een jonge man bent, neem je vader ook mee. Hè. Het is fantastisch om dat als vader en zoon samen te oefenen. Ik ben er klaar voor.